Guys, zoals jullie hebben kunnen zien heb ik vorige week geen video geüpload. En dat kwam omdat ik met vakantie was samen met vrouw en kinderen in Noord-Limburg. Daar staan we op een soort camping, zeg maar. Hebben we eerder gestaan. Is altijd goed vangen aan roofvis. Alleen dit jaar was dat echt anders. We hadden te maken met dode snoeken. Een dag regen. Alles wat tegen. Aasjes kwijtgeraakt. Maar ja, goed, dat maakt verder niet uit. Het feit dat de snoeken daar waren getroffen door een of andere gekke ziekte, dat zorgt ervoor dat ik gewoon echt absoluut niks heb gevangen in de momenten dat ik ben gaan vissen. Er was wel genoeg witvis. Mannen waren aan het karpervissen daar. Dat was allemaal succesvol, maar een ieder die daar aan het vissen was of roofvis, die viste achter het net, want er was gewoon niks meer. We hebben het wel onwijs leuk gehad. We zijn nu terug en we springen gelijk in actie. We gaan dus kijken naar beelden van een hele mooie karper. Die werd gevangen op het moment dat ik dus aan het roofvissen was en toevallig voorbij kwam gelopen. We zijn gisteren teruggekomen in Rotterdam. Toen hebben we een klein snoekbaarsje gehaakt. Daar gaan jullie hopelijk van genieten. En natuurlijk van de rest van de video. Vergeet de video niet te liken, te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar daar helpen we ons onwijs mee. Heel veel kijkplezier. Fijne vangst toegewenst. En tot straks. Ja, ja. Woehoe! Terug in Rotterdam en de eerste is binnen. Ik kom eraan, jongens. Oh, 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 oh. Mannen, mannen, mannen. Nee. Nou, dan gaan we naar het strand. Guys, dat was een gevecht. Ik moest vechten voor deze mannen. Hij viel tussen de stenen. Maar ik heb hem. Dat is niet gelijk. Nee. Pas maar op. Ik wil naar de... Pas op, we gaan hem wat zuurstof geven. Mag ik hem vasthouden? Nee, hij is een snoekbaars. Hij heeft stekels. Wacht even, jongens. Doe het op film zetten. Ja, maar... Kijk eens. Lieve mensen... Oh. Een lekker snoekbaarsje. Heerlijk, kleintje. We gaan hem gelijk vrijlaten. Mag ik hem vrijlaten? Ik ga hem. Ja, Ryder mag hem vrijlaten. Til de net op, Ryder. Ja. Nee. Er zitten stekels op. Verder het water in. Verder, Ryder. Je kan dit. Lopen. Ja, daar kan het ongeveer. Is die weg? Til het net eens op. Heel goed. Lieve mensen, de jongens en ik hebben een nieuwe visstek gevonden. Waar we echt aan het genieten zijn. We lopen hier de kade lopen we af. En ja, in de hoop goed vis te scoren. Dit is dag 2 dat we terug zijn in Rotterdam. Zoals je kunt zien heb ik ook andere kleding aan. De eerste dag... Van onze terugkomst vingen we snoekbaars. En vandaag hopen we weer een mooie snoekbaars snoek of baars te haken. Maak een klein rondje zodat jullie een beetje een indruk krijgen van waar we zijn. Prachtig hier. Wij gaan lekker aan de slag. En jullie gaan lekker kijken, toch jongens? Ja. Helemaal goed. Doei! Dankjewel voor het helpen, Sam. Dat vind ik echt heel tof. Papa ging een beetje vol.
vasthouden. Zo, die vingertje kan je in de kippen pak vasthouden, papa. Dat kan jij niet. Echt wel, dat kan je vasthouden. Wil jij dan alsjeblieft de... Mag ik dat doen? Kijk eens, guys. We zijn terug in Rotterdam. En we pakken een mooie baars. Hou jij zijn stekeltjes eens omhoog? Doe eens even. Doe maar, niet bang zijn. Heel goed. Super tof, mag hè? Mag ik ook vasthouden, papa? Nee, we gaan hem terugstoppen. Het is geen speelgoed, jongens. Ja? Oh, ik denk een centimetertje of 35. Dus we gaan hem snel te vrij laten, jongens. Mag ik hem vrij laten? Dat doe ik met een, niet eens met een klein sponsje. Laat hem hier. Mag ik hem vrij laten? Oké, Sam. Laat hem maar vrij, Sam. Doe maar. Sam, je kan hem gewoon. Hou twee handen. Ja? Naar voren lopen, Sam. Naar voren lopen, Sam. Niet bang zijn, ik heb je vast. Laat hem maar gaan. Jongens, jullie mogen niet zo dicht bij de kant. Oké, guys. Ja? We hebben Jordan achter de camera. Ik zal jullie even laten zien waarmee ik vis. Dit is van Bass Assassin. Volgens mij heb ik dat een keer al laten zien in een videootje. De kleur ook. Ik zal het er even bij zetten. Zoals jullie kunnen zien heb ik niet eens een... hoe noem je dat? Een fluorcarbon onderlijntje. Ik vis gewoon met de stalen onderlijn. En ik ben wederom met een Wild Spirit aan het vissen van Saika. Het hengeltje van mijn zoontje met een Shimano molentje erop. En 2 gemist, 1 al binnengetakeld. Ik probeer het nog heel even. En mocht het niks zijn, dan zien jullie mij morgen weer terug. Toch, guys? Yes. Kom maar uit, Jordan. Oké. 24 hours later. Ik ben met Jordan, Samuel en Ryder, die zijn er niet. En ik heb 2 speciale gasten bij me, buiten Jordan om. Heb ik bij me Ruben en Stijn. Ruben kennen jullie al. Stijn gaan jullie straks wat beter leren kennen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even kijken naar... Ja, wat monsters die jullie hebben binnengeharkt, toch? Ja, vandaag wel. Zeker, geen enkele dag. Oké dan, heel veel kijkplezier. Ik zie jullie zo terug. Hopelijk met nog meer vangsten. Tot zo. Wat is er gebeurd, Jari? Ja, ik vond die eerst snoepbaars. Ja? En hens op je dingen doen. Nee, laat hem. Laat Jari in bed. Hij kan. We vangen een snoepbaars. Waar? Zal ik een tachtje voor het af? Ja, dat doe ik. Wat goed gedaan, joh. Heerlijk. Wil je nog vast? Ja. Ja, goed dat je. Jullie hebben net kunnen kijken naar de actie van Stijn en Ruben hier eerder op de dag. Wij staan nu lekker aan de kade te vissen op snoekbaars en we hopen nog mooie te haken hier. Het zal wel tof zijn als toffe afsluiten van de video. Ruben kennen jullie natuurlijk al. Maar what about you, Stijn? Vertel eens, wie ben je? Waar kom je vandaan? Oké, leuk verhaal op zich. Ik kom uit Groningen, Stadskanaal. En ik ken Ruben al een jaartje of zo van online. En wel gewoon leuk contact. Afgelopen zomervakantie kwam ik hem tegen op de camping. Stond hij 1 kilometer en 300 meter verderop. Dan hebben we het over 2 weken geleden of zo. Hebben we over 2 weken geleden. En toen zijn we samen op de... Ik mis er ook één. Toen zijn we samen op de Tarn Kopvorm gaan vissen. Ja. Yeah. Dat was echt geweldig. En meteen dit afgesproken. Dus nu ben ik al een dagje bij Ruben geweest.
gisteren, of nee, vanochtend de eerste snoekbaars. En nu deze avond nog eentje. Echt prachtig hier. Oké, okay, super man, fantastisch. Ruben, hoe heb je het? Ja, prima. Ja? Het is een mooi dagje. We hebben gisteren ook al de hele dag doorgebracht in de stad om snoekbaars te vangen. Toen brengen we kleine snoekbaars. En ja, een mooi baars van 35, maar niks speciaals. Vandaag zijn we weer naar de stad gegaan. En toen starten we met een 60er. En toen volgden er nog twee 60ers. Nog een 40er en een 50er. En nu zijn we terug op die stack en het gaat gewoon lekker. We hebben twee mooie vissen al. Het zal zijn een half uurtje. Ik denk het, ja. Ja, dus het gaat wel gaat goed vandaag. Oké, okay, nou die beelden die gaan ze nu bekijken van die mooie vissen. En dan vissen wij nog even door. Tot zo. Nou guys, zoals ik al zei, wij vissen hier door. Het is inmiddels donker, zoals jullie kunnen zien. En Stijn pakt een heerlijk snoekbaarsje. Best wel. Ja, zeker? Met de GoPro. Hartstikke idee. Wel een schatje, hoor. Ja. Lekker visie. Ah, de paniek in jouw stem. Ja, ja. Gewoon tikken zo met je hand. Dat was echt de vierde. Wacht even. Kapot. Ja, dat maakt niet uit, maakt niet uit. Het is een mooie vis, hè? Zo, hè. Lekker. Gekleurd ook, hoor. Bijzonder. Hou eens die vis stil, hoor. Heerlijk. De release erop krijgen. Mooi. Daar gaat hij. Ja, hij is alweer recht. Ja. Wat gebeurt er? Later, maat. Ja, wacht even hoor. Ja, probeer hem te zoeken. Bro, je moet eigenlijk dichterbij staan bij die kant. Goeie vis, guys. Harder, ja, ik ben bezig. Ah. Mijn PR, sowieso. Dit is een, denk ik, een 50. Ja. Jezus, wat dat was stroef, zeg. Ja. Ja, bro, dat is moeilijk. Hij zat ik zag echt net, niks. Ik zag niks. Wild, man. Ja, dat is goed. Dat is juist alleen maar goed. Schijn dit met mij bij? Ja, bro, ik ga hem er. Oké. Ja, net omhoog. Ik schuin wel bij, als jij kan filmen, Ruben. Misschien hebben we nog een leuke release krijgen. Lekker gehaald. Het is zeker een PR, toch? Ja, hij vond het. Oei, ja, Cubo zeker. Ja, man. Hij was echt wild. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, Nick. Nee, rust aan, maar. Oké, we gaan hem gelijk weer vrij laten. Wie kan het netjes even. Bro, Errol, een mooie 52 centimeter snoekbaars. Dat is een PR voor jou. Ja, zie ik. Ja, we gaan hem gelijk vrij laten, guys, kom op. Wacht, Ruben, wat krijg ik van je? Stalen onderlijn, hè? Je hebt al die polderworm gevangen, ik heb het gezegd hier. Polderworm en stalen onderlijn, daar gaat hij. Kijk eens. Fuck. Wow, boys. Twee vissen in lekker. Heerlijk. Lekker, boys. Ja, jongens, jullie hebben het zien. Een beetje chaotisch zo in het donker, maar ik vang mijn PR snoekbaars. 51 centimeter, snoekbaarshanden. Maar het hoort erbij, ik ben super blij, guys. Heerlijk. Stijn, Ruben, wat een topavond, jongen. Hey. Tot zo. Oké, guys. De video is nog niet afgelopen. Ik had de avond dat ik heb afgesloten met Ruben en Stijn. Mooie einde gemaakt van de video. Echter ben ik de volgende dag, dus vandaag, dag 4, weer gaan vissen met Jordan, Ryder en Samuel. Bij mij in de buurt. En je gelooft het niet, maar we haken binnen 10 minuten tijd wederom een snoekbaars. Het komt alleen maar mooi uit. Ik had iets goed te maken omdat ik verleden week geen video heb geüpload. Dus dit komt alleen maar goed uit voor de video van nu. Jullie gaan nu kijken naar die beelden. Heel like veel kijkplezier. Subscribe. Zien jullie zo, jongens. Goedemiddag. Guys, zoals jullie kunnen zien is het dag 4 van dat we terug zijn in Rotterdam. En we willen deze hele week vol gaan maken met vissen. Alhoewel, misschien, ja, zo goed als de hele week. Vandaar dat we een vierde dag op een rij aan het vissen zijn. Het is 5 uur nu. En ik kom twee jongens tegen uit de buurt. Stellen jullie eens voor? Ik ben Nathan. Ik ben Mike. Nou, Nathan en Mike stonden hier onder aan de dijk te vissen. Terwijl ik eigenlijk naar de ponton reed. Zag ze staan en ik ken ze van een poepvijver. Zoals die sloot heet hier in de buurt. Ik ben even gestopt met de kids. Dus zijn we ook gaan vissen hier. We gaan even kijken of er wat ligt. En vandaag vis ik even als gisteren. Gewoon met mijn baitcaster. Alleen dit keer geen twintail eraan, geen polderworm, maar een big deal van homemade softbaits. Met een stukje reflecterend tape. Zoals je kan zien, wederom geen fluorocarbon onderlijn, maar gewoon een stalen onderlijn. Wij gaan kijken of wij succes hebben en jullie gaan daar getuigen van zijn. Toch, guys? Ja. Kan ik een topstack krijgen op 3, 1, 2, 3? Topstack! Yes, let's go! Af en toe.
lieve mensen. Ik vis dus met een bigtail. Een groene bigtail, want ik weet niet waarom, maar volgens mij doen groene sets het goed. Op snoepbaars. En aangezien ik met een grote shed zit, een bigtail dus, vis ik hem vrij agressief. Ik maak niet van die kleine hopjes over de bodem. Nee, ik laat hem flink opkomen en weer dalen. Yes! Ik roep help, help, dit is mijn record denk ik weer. Gisteren een record verbroken en vandaag. Jongens, een snoepbaars naar boven, snel. Geweldig. Laten we een video maken? Ja, zeker. Ik ben al een video aan het maken. Ja. Zo, echt een mooie snoepbaars. Wil je mijn onthaakmat openmaken? Alsjeblieft. Oh, mooi ding. Jongens, snoekbaars 58 centimeter. Dat is mijn PR. Gisteren 50 gevangen, 52. Die heb ik gelijk verbroken nu. En ik vang hem op de giant tail. Ja. Mannen, we gaan hem vrijlaten, yes? Van wie is die ook alweer? Van Jamil, homemade softbait. Jamil moet het echt weten, toch? Ja. Oh, kent u hem? Ja. Oh, er komen heel veel golven. Oh. Gaan we naar 2. Kijk eens. Let's go, 58 centimeter, die ik ga hem vrijlaten. Ja, die werkt echt goed. Dat zou ik ook doen. Gelijk, hè? Gewoon op een giant tail. Film je me nog? Yes. Bruh. Eerst even een beetje bij laten komen. En kijk, hij wil al. Hij wil al. Juist. Heerlijk. Hey, thanks voor het camerawerk. Oeh. Dankjewel, hè. Maar ik gooi het echt helemaal daar naar rechts. Ja, ik vis ook daar. Ik weet niet waar je hem gooide, maar ze zwemmen in school, hè. Dat weet je, hè. Lieve mensen, dit is echt het einde van de video. Het is voor ons tijd om te gaan eten. En ik raakte net mijn giant tail kwijt. Daar baal ik enorm van. Gelukkig heb ik er nog eentje liggen in dezelfde kleur. En die zal ik gebruiken, waarschijnlijk dan, in mijn volgende avontuur. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik hoop dat ik het met deze video een beetje goed heb gemaakt. Dat ik verleden week niks heb geüpload. Vergeet de video niet te abonneren en te liken. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zien we jullie snel terug. Stay blessed, stay gold en fijne vangst toegewenst. Wat zeggen we dan samen wel? Doei! Dag bekijkers! Ja, hangen! Een mooie baars!